Goedemorgen dames en heren, van harte welkom in de gemeente Bunschoten op deze mooie dag, een Spakenburgse dag. En op deze dag hebben we twee vrienden in Bunschoten. Eén, die is geel, dat is de zon. En twee, die is ook geel en dat is Pokémon. Want we zien ook heel veel mensen vandaag, dat zult u zien, die gaan richting de haven en die gaan richting een ander object. En die gaan Pokémon proberen te vangen. Maar dat doen wij vandaag niet. Wij zijn in Bunschoten Spakenburg en wat gaan wij doen? Wij gaan kijken naar mooie klederdracht. Zowel van Bunschoten Spakenburg als uit heel veel delen van Nederland. Vervolgens gaan we kijken naar de mooie botters die we hebben. En dames en heren, laten we niet vergeten, want wij vinden het wel zo gewoon, 46 keer een Spakenburgse dag. Want het is een sprookje om te zien hoe al die meisjes, al die jeugd van vroeger, weer in klederdracht is hier vandaag. En daar gaan wij van genieten vandaag. En dat doen we op deze mooie dag. En wij vinden het als gemeentebestuur fantastisch dat er zoveel vrijwilligers zijn die hier aan medewerking willen verlenen. We vinden het fantastisch dat er zoveel ondernemers zijn die hier op deze dagen willen staan. En we vinden het fantastisch dat we deze Spakenburgse dagen al 46 jaar mogen vieren. Ik zou zeggen vandaag niet Pokémon Go, maar Spakenburg Go. En met deze woorden verklaar ik deze voor geopend. Dankjewel meneer Heijnen. Karma, de eerste Spakenburgse dag van dit jaar, de 46e editie. Hoe vaak heb je het nu gedaan? Dan moet ik zelfs even nadenken. Volgens mij inmiddels de vijfde keer. Ja? Ik denk ongeveer de vijfde keer. En hoe ga je nou in met zo'n warme dag? Het is heel warm. Ja. Dat klopt. Ik voel het nu ook al. Het zonnetje brandt al behoorlijk aan de hemel. We hebben natuurlijk gezorgd voor wat extra waterpunten. We proberen er eigenlijk alles aan te doen om het mensen zo aangenaam mogelijk te maken. Het Rode Kruis heeft wat meer punten waar ze gewoon staan. Dus ja, de voorzorgsmaatregelen hebben we wel getroffen. En ik roep natuurlijk constant vanaf het podium. Drinken, let op, ga zitten, doe rustig aan. Ga ook eens even naar de haven toe. Loop eens even langs het water om even wat afkoeling te krijgen. Ja, alle voorbereidingen. Maar hoe moet je dat zelf met al deze kleren aan volhouden? Het is heel warm. Ja. Maar dat komt helemaal goed. Ja, hoor. Je drinkt veel. Ja, ik heb in ieder geval water. Ja, u mag een boekje pakken. Kijk eens daar. En zo gaat dat de hele dag. Hè? Mensen hebben je constant nodig. Wat kunnen we deze dagen, vier dagen, verwachten? Nou, eigenlijk wel een beetje hetzelfde als wat we de afgelopen jaren allemaal hadden. Wat nieuw is, is dat we nu de eerste en de derde een folkloristische optocht hebben. De tweede en de vierde hebben we de klederdagshow. En dan eindigen we met de kleding van Tessa. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus eigenlijk moderne kleding in oude stofjes. Ja, okay. En we hebben zelfs een bruidsjapon. Geweldig. Dat denk ik. Nou, ik wens je een mooie dag. Dankjewel. Dames, jullie zijn nou van de echte Spakenburgse garde. Hoe vind je het nou dat er zo weinig mensen in Dracht over zijn? Ja, daar kunnen we ook niks aan doen, dat we allemaal minder. Ja. En al de ouderen die sterven, dan komen geen nieuwe meer weer terug. Nee. Zo zit dat, hoor. Al de ouderen, dat komt niet meer. Wij dragen het nog, maar dacht dat allemaal over. Hoe kijk jij er tegenaan? Oude dracht, mooie dracht en zometeen is het over. Ja, ik vind het erg dat het overgaat. Want ik werk in het museum en dan hoor je het ook altijd. Wat mooi, wat jammer dat het overgaat. Want in het dorp zien ze bijna geen Spakenburgse dracht meer hoor. Absoluut niet. Als je gewoon in de week ook hier komt, dan zie je haast geen één meer in klederdracht. Nee, dan zie je de toeristen omkijken als er eentje voorbij komt. Ja. Maar waarom zou het nou zo zijn dat men het niet meer aan wil? Omdat het veel te moeilijk is. En hoor eens, ik heb Evelien, mijn dochter, ook al niet meer aangetrokken. Want die gingen naar school, naar Amersfoort en zo. Dat doe je niet meer. Ze gaan sporten en alles. Dat is veel te moeilijk. Ik hoor hier ook van het is veel te veel werk. Vertel eens, waarom is het zoveel werk? Als het wel gewassen is, dan is er een halfje af op mijn oogje. Altijd moet wat naaien. Het is gelukkig een rijkerij. Dat is al je krabbelen brengen kan. En anders was het al lang geweest. Ja. En al die speltjes dan? Speltjes, de handwerkers. Jawel, maar ik prikte met mijn moeder altijd in de nek als ik dat speltje erin moest doen. Ja, in de nek heb je spelden, hè? Nee, hier toch? Oh, nee, hier. Nee, oh, ja, maar dat moet je doen. Een zwaaie nek. Ja, zwaaie nek. Maar je weet het zo goed dat je dat nooit overkomt. Nee. Ik trek me wel eens. En mijn vinger in mijn mond doen.
Hij moet je mond doen en dan prik je wel. Dat zie je wel, ze weten het wel. Maar hoe moet je dat dan doen zonder je te prikken? Dan doe je zo, gewoon je hand eronder en dan prik je eigenlijk niet. En als ik je prik, nou ja, dan ga ik ook niet door dan hoor. Goedemorgen. Waar komt u vandaan? Amersfoort. En waarom komt u naar de Spakenburgse dag? Nog voor de gezelligheid. Ja. Ja. En u zit te wijzen, waarom komt u? Gezellig, muziek. Ja. Ja, Chanticoor en mooie dingen. En Spakenburgse dag, waar denkt u dan aan? Ja, de leuke steentjes die er staan. Die er niet alle zaterdag staan, dus. Ja. En houdt u ook van de klederdracht? Ja, dat hebben we eerst bekeken. Ja. Wat vindt u van de Spakenburgse klederdracht? Dat vind ik heel mooi. Het is jammer dat het verwaterd, hè. Er komen er steeds minder in klederdracht. Maar het is, ik vind het wel mooi, ja. Ik mag het graag zien. Lekker genieten vandaag. Een mensje die is aan het strieken. En dat doet ze ook al heel veel jaren. En toch is mensje niet eens iemand die het altijd gedragen heeft. Ze is er al jaren uit, maar ze kan het nog heel goed. U wilde nog iets zeggen, vertel eens. Nou, wij zeggen de Spakenburg en Bunschoten zijn gezellige dorpen. Ze zijn gezellige mensen. Maar ook dat mooie taaltje wat ze hier gebruiken. Kun je dat zelf praten? Ik kan wel veel woorden na zeggen, ja. Maar nou, dan moet ik erin. Probeer eens wat, een schuut. Een schuut? Ja. Ja. Weet je wat een schuut is? Dat zou wel een boot wezen. Ja, dat is een schuit. Ja. Ik heb er nog eentje, want dan ga ik ook plat. Ja. Weet je wat schulekruppen bij ooitje afruit in het huisje is? Nou, ik zou het zo niet kunnen vertalen. Nee. Nee, als ik er lang over denk misschien wel, maar dat doe ik vandaag niet. Nou, dat wordt het raadsel van de dag. En dan kom ik ineens twee mooie dames tegen. Waar komen jullie vandaan? Nunspeet. Ja? Ja. Ja. En optocht, maar hoe zit het met de dracht in Nunspeet? Je bedoelt nou nu nog dragen? Niemand meer. Nee. Dit is ook van de vereniging, dus dat heb ook bijna niemand meer. Nee. Ja, zij... Nee. Nee? En wat doen jullie dan om het toch een klein beetje levendig te houden? Levend te houden? Nou, in Nunspeet heb je het museum... En dat is ook een hele tentoonstelling van de klederdrachten. En we treden best wel veel op, vooral ook in bejaardenhuizen. En aan deze dagen doen we mee. En straks in Katwijk, Huizen en morgen Schagen. Dus het gaat heel Nederland eigenlijk door. En dan allerlei groepen. Ja. En zo warm? Hoe voelt dat? Niet lekker. Net zaten wij dialect te praten. Hoe praten ze in Nunspeet? Zullen we eventjes in het plat gaan? En toen wist het niet meer. Nou, laten jullie gewoon eens even plat praten. Hoe plat praten jullie? Nou, misschien nog iets platter als dat jullie doen. Ja, ja dat zeggen ze altijd wel. We slikken heel veel klinkers in. En dan zetten we de ende meteen achter. En ja, zo proten bij ons wel het grootste gras eigenlijk. Al hebben we ook heel veel import. En die verstoren ons ook niet. Die praat ook wel. Ja, ja. En mijn kleindochter probeert het, maar dat gaat een beetje moeizaam. Dus dat houden jullie wel in ere? Ja, natuurlijk. Altijd. Spreek je moerstaal, sprak ze met overtuiging. Ja. Oh, hier ligt een schuut, om het even Spakenburgs te zeggen. De UK-67, maar dat is een van de 5, 6, 7 botters die vandaag varen. Ze wachten op vracht... Maar er komen zo weer mensen en dan gaan ze een tochtje maken. En er wordt ook even de visafslag aangedaan. Want natuurlijk willen mensen die de Spakenburgse dag bezoeken ook de visafslag zien. Waar soms nog vis geveild wordt. Dat is natuurlijk allemaal maar een beetje nep. Maar vroeger was het echt zo. En mensen willen die sfeer nog even proeven. En dat gebeurt met deze schuut en met nog 5, 6, 7 anderen. Want het is gewild vandaag met deze warmte. Mama, geef dan! Wacht tot iedereen klaar is. Kijk, grappig dat het zo groot is voor de woning gebruikt. Ja. En die moet wel eens.
Jullie zijn net weer safariën, bij opgestapt daar vooraan. Daar zie je dus een foto, daar hebben we er net een ding voor gezet. Maar dan kun je de haven zien. En dat is de oude haven, heet die. Zolang als er over Spakenburg gesproken wordt, zo'n beetje van 1450 af, wordt er al gesproken over een watertje dat diepe dorp inliep. Dus het is een natuurlijke haven. Hij is er altijd al geweest. Hij heet ook de oude haven. Op een gegeven moment, we nemen even een sprongetje. Van 1440 wordt er geschreven over het watertje en van 1550 wordt er geschreven over dat hier vis gevangen werd en verkocht in Amersfoort. Dat is een stad hier al, 12, 13 kilometer vandaan. Dus de visserij is altijd van belang geweest voor Spakenburg. Toen, in 1916, we gaan dat van jaar zijn we dat net aan het herdenken, je kunt aan sommige foto's zien, toen is hier een grote overstroming geweest. Die hele havendijk, die havendijk is ontstaan nadat een nieuwe haven gegraven was, dus een beetje van 1890 af. Als je hier vooraan de havendijk ziet, daar zit een bakker, die heeft op zijn papier staan sinds 1894. Zolang zit die bakker aan, ja niet diezelfde bakker, maar zo worden we ook niet, maar wel van vader op zoon is dat altijd zo geweest. Als je daar omhoog gaat, dan zie je een steegje. En als je door dat steegje heen gaat, je verdwalen kun je niet, dan heb je wel alles gezien. En dan ben je meteen weer aan deze kant, dus verdwalen kan niet. En naast dat steegje, daar zit een café. En dat café heeft er ook altijd al geweest. Dus als de Spakenburgers vroeger van een borrel houden, dat weet ik niet. Dat is nu in elk geval helemaal over, maar het café heeft er altijd gezeten in elk geval. Dat heeft wel een andere naam gekregen, maar vroeger heette dat Zeezicht, omdat alleen nog water was. En nu hebben ze een nieuwe naam ervoor bedacht. Hoe ze erop gekomen zijn, weet ik niet, maar het heet nu De Slok. Lammert Koops, begeleider van de dames en niet in klederdracht. Hoe zit dat nou? Ik heb het tot mijn eerste jaar, tweede jaar, dat weet ik. Nee, een jaar of 4, 5. Ik het aangaat. Als klein jongetje? Als klein jongetje. En wat draag je dan? Droeg je dan als klein jongetje? Een schortje en een jurkje. En als hij nat was, dan rolde je hem op. Want hij moest droog zijn als hij kwam. En dan kreep of wegen. En weet je nog hoe je dat vond als kind? Wilt u graag een programma? Geen erger. Bij het podium kunt u het programma mijn maatjes, die liepen allemaal met een malle broekje en een boezeroen. Alleen ik had een jurkje. En waarom draag je het nou niet meer? Ik kan er wel een boezeroen liggen. Ja, je toch vandaag aan moeten hebben, hè? Ja, maar dat maakt niet van als je. Goed vasthouden, hè? Nou vraag ik me af, hè. Nou sta je hier met die bloedhitte boven een hete oven. Hoe is dat? Ik heb geen leven, mevrouw. Nee, hè? Dus daarom sta ik hier. Okay. Ja. Maar hoe houdt u dat vol? Wat heeft u voor trucs? Niet. Gewoon doorhakken. Dat is het beste wat je kunt doen. Ja? Tuurlijk, gewoon door blijven ademen. Ja, hoor. Wat doet u nou precies? Ik ben een stukje aan het graveren. Want daar zaten krassen op. En dat vonden ze niet mooi. Want het is een hangertje, hè? En daar zaten wat krassen op, dus dan doe ik ze eventjes wegwerken. U kunt het allemaal weer mooi maken. Proberen we wel. Ja, dat is mooi toch? Hoe gek kan je ze krijgen? Dat is een stom hondje. En dan is het zo, hè? Ik vind hem overtuigend. Olifant! Olifant! Ja, doe je ding, man. Ja, ga maar pennen. Jaar en dag zitten hier deze dames. En ze handwerken, ze haken, ze breien,
Ze doen echt bijzondere technieken. En ze zitten dan gewoon de hele dag, warm of niet warm, toch knap. En al een heleboel jaren. Hoeveel jaren, Mengsje? Hoeveel jaren zit je al hier? Net zo lang als je zelf bestaat? Oké, dus 46 keer. Ze had nog twee kleine meisjes thuis. Dus al die tijd zit ze hier.